De medische zending heeft in het zuidoosten van Suriname al 79 COVID-19 swabs uitgevoerd. Het gaat voornamelijk om dorpen in de grensgebieden en in Sipaliwini. Melvin Uiterlo van de epidemiologische dienst bij de medische zending heeft tijdens de COVID-19 persconferentie vrijdag een presentatie gehouden over de stand van zaken in dat deel van Suriname. Vanuit de verschillende polyklinieken van de medische zending worden gezondheidswerkers ingezet om deze swabtesten uit te voeren. Onder meer in Sipaliwini zijn er 24 personen getest, waarvan 13 negatief en 11 positief. In Kotika zijn er 9 swabs uitgevoerd. 7 zijn negatief en 2 waren positief. Met de resultaten is het de bedoeling een beeld te krijgen waar er getest wordt. De plek van de resultaten hoeft niet per se de locatie van de positieven te zijn. We zien dus dan bijvoorbeeld Sipaliwini, is de onderste, hebben we 24 getest, 13 negatief, 11 positief. We zijn ook naar Kotika gegaan, 9 getest, 7 negatief, 6 en 2 positief. Dus als je dus dan zo'n beetje naar deze kaarten kijkt, is het dus dan de bedoeling om een beeld te krijgen van waar er getest wordt. En dat hoeft dus niet te zijn de locatie waar de positieven zelf zijn. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar Kotika. Kotika is een poli van een medische zending, maar het gaat om Assisi Kriki. Dus dat hebben we dus hier gedaan. Voor wat betreft Sipaliwini gaat het om het resort Kuruni. Bij Stoelmans Eiland in het resort Tapanahoni zijn er 29 swabs afgenomen en in Assisi Kriki ongeveer 50. Momenteel is er een missie gaande in Ballingsula. Swabs worden uitgevoerd wanneer er indicaties zijn van positieve gevallen. En de resultaten. Dit is het totaal overzicht van het aantal mensen dus die zijn getest. De resultaten en de pending results. En als je zo naar kijkt, staat er werkelijk Kuruni. Maar dan praat ik over resorten hier. Want het gaat om het dorp Sipaliwini, waarbij er een groot aantal mensen zijn geswapt, maar we hadden maar 11 positieve eruit. Terwijl als we naar Tapanahoni kijken, dan is Tapanahoni een heel groot resort. Daar hebben we, heb ik eerder al gezegd, hebben we 29 swaps gedaan en de Stoelmans Eiland en ongeveer 50 swaps de Assisi Kriki. En als je dat optelt, dan kom je ongeveer op 79. En die mensen, van een groot deel moeten we dus dan de resultaten nog krijgen.